dansen wel. We dansen? Nee, altijd. Zal ik de tafel even wegzetten, een klein stukje? Nee, dat mag niet. Nee, dat gaan we niet doen? Nee, nee, nee. Laten we even rustig houden. Goed dat je kijkt naar een nieuwe Talent Tuesday show. En vandaag hebben we een bikkelharde verdediger uit Ajax onder 17, Solomon Bonna. Solomon, goed dat je er bent, man. Dank je wel. Ik vind het tof. Ik ook, ik ben benieuwd. Hey, en hoe moet ik je noemen? Moet ik je Solomon Bonna noemen? Solomon Owusu Bonna of Solo? Want ik hoor van alles. Mijn hele naam is Solomon Owusu Bonna, maar ik word gewoon Solo genoemd. Solo. Dat is het makkelijkste ook. Dan gaan we Solo doen. Ja, en waar komt dat Owusu vandaan? Dat is de naam van mijn opa. Oké. Okay. En wat voor land? Ik ben Ghanese. Oké, okay, ik ook. Gaan we het zo meteen over hebben, dat is vet. Hey, je speelt er vanaf 2012 bij Ajax in de jeugd. Nee, nee. En we hebben een paar foto's van je. Dit is, je moet lachen, waarom? Ik kreeg een foto. Ja, mijn hoofd leek groot daar. Maar dit is in de eetjes, in de E2, D2. Word je al iets groter of steeds die mooie grote ogen. En hier... Ik vind deze foto wel mooi. Ja, maar dit is eigenlijk onder 16. Ja, maar eigenlijk ben je niks veranderd. Nee, niet echt. Nog steeds hetzelfde. Iets sterker geworden. Nee, dat zeker. Hey, ik moet ook zeggen, je bent een verdediger. Rechtsback ook vaak, dit seizoen. Ik moet zeggen, het is moeilijk om van je een doelpunt te vinden. Dat doe je niet zo vaak. We hebben er eentje gevonden. Ja, dit was vorig jaar tegen SC Utrecht. En... maakte de 2-1. Ik trapte tegen boord aan, maar ik weet echt niet waarom ik dat deed. Oh ja, ik weet echt niet waarom. Het is wel een frustratie of dacht je van, ik heb gescoord. Nee, tijdens de wedstrijd, we misten heel veel kansen. En ik werd zelf ook een beetje gek. Ik schoot eerst erin, trapte gelijk tegen die bord aan, ik weet het ook niet. Maar wel lekker man, een keer scoren. Nee, ja, zeker. Gaan we het zo meteen over hebben, want vind je scoren af en toe niet even chill? Jawel, dat wel. Ik heb dit seizoen wel 2 doelpunten. Dus. Hey. Ik kan je van alles gaan vragen, maar ik wil eigenlijk een korte introductie van iemand die dat heel goed kan. Ik heb namelijk een introductie van Solomon Bonna zelf. Haha, jullie moeten niet geen grappen maken. Ik ben Solomon Owusu. Ik speel in de E1 van Ajax. Ik ben 10 jaar en ik woon in Amsterdam. Wat zijn normaal gesproken je specialiteiten als speler? Ja, bikkel achterin. Ja. Bal afpakken en middenvelders in spelen. En het hoog houden, hoe gaat dat normaal gesproken? Nou, hoog houden is niet echt mijn ding. Ja. Het hoeft ook niet je ding te zijn als je maar kan bikkelen. Hey. Hoog houden, nog steeds niet mijn ding hoor. Dus, Maar dat bikkelen nog wel? Ja, dat zeker. Vet man, wel leuk om je even te zien als klein mannetje. We gaan het je allereerst even moeilijk maken. We gaan naar de dinsdag dilemma's. Oké, Solo. Als je in een rij staat, moet je direct de Polonaise beginnen te dansen met iedereen? Of je moet huilen, janken bij iedere film die je ziet? Polonaise. Ja. Waarom niet janken dan? Ja, het is toch raar dat je opeens gaat janken. Oké. Okay. Dan sta je bij de bakken, bij de slager en dan pak je opeens de eerste beste vrouw met grijs haar en dan ga je erachter staan dansen. Ja, ik denk wel dat ze mee gaan doen. Maar... dus je bent wel een beetje de houder van de grapje? Ja, dat wel. Oké, okay, volgende. Je moet al je appjes moet je per brief versturen. Schrijven, stempel erop, de brievenbus. Of elke keer dat je opneemt zeg je, dit is de voicemail van Solomon Bonna. Ja, dat denk ik wel. Maar, okay. Maar dan denkt iedereen, ja, dan hangt iedereen gaan, op. Dan gaat iedereen ophangen, dan bel ik ze terug. Ja. Wel slimme boy dit, heel slim. Maar je wil geen brieven versturen, je wil gewoon appen. Dan ben ik echt heel lang bezig elke dag, want ik heb wel veel. Populair? Nee, dat niet, maar gewoon. De laatste. Als iemand je aanraakt, maak je direct een zwalbe, ga je op de grond liggen. Of als je een bal kopt, ben je 1 minuut duizelig. Ben je de hele wedstrijd zeg maar een soort para. Wat was die eerste? Als iemand je aanraakt, maak je direct een zwalbe, val je op de grond. Ja, ik denk dat. Ten eerste, koppen kan ik niet echt meer. 1 minuut duizelig, nee. Maar waarom kan je niet meer koppen dan? Die ballen zijn hard niet of zo, ik weet het niet. Ja, maar dan moet je aan wennen. In de toekomst... En ik kan niet meer echt gericht koppen. Ik kan wel gewoon wegkoppen, zonder richting, maar gericht, nee. Hé, maar je zegt net, ik ben een bikkel en als iemand je er aanraakt, ga je zwalbe doen. Dat vind ik wel een beetje pussy. Ja, dat wel, maar... ik vind dat je heerlijk hebt geantwoord. We gaan even naar het voetbal toe. Hebben jullie ook nog gedaan afgelopen week? 0-0 in Eindhoven tegen PSV. Ja. We hebben je gevolgd. Dit is jouw wedstrijd. We'll be right back.
Salo, je zegt ik kan niet koppen. Ik zag een perfecte kopbal. En die bal was heel zacht, zeg maar. Dus bij een doeltrap van de keeper, dat vind ik moeilijk. Maar als die bal gewoon heel zacht aankomt, kan ik wel terugkoppen. Ja, dat lukt wel. Ja, dat lukt wel. 0-0 uit tegen PSV. Hadden jullie de wedstrijd moeten winnen? Het was wel een moeilijke wedstrijd. Waarom? Ze gingen heel erg inzakken. Mm-hmm. We speelden tweede helft, 22 man op hun helft bijna gewoon. Dus dat was wel moeilijk, maar dat hebben we al vaker gehad. Ik moet zeggen, jij bent verdediger. Voor jou is het fijn om af en toe de nul te houden. Nee. Dat is nu niet af en toe jullie houden. We hebben al, ik denk, 8-9 wedstrijden de nul. Wil je het horen? 5-0, 2-0, 2-0, 2-0, 6-0, 0-0 en nu in Eindhoven ook 0-0. Ja, het is mooi om te horen dat we nog steeds de nul houden. Ik hoop dat het langer blijft. Het is november, het is al koud aan het worden en jullie hebben nog geen tegendoelpunt gehad. Dat zeker, maar we moeten er wel meer gaan maken. En hoe ga je dat doen? Als team echt veel meer schieten dan denk ik. Mm-hmm. Ik moet ook zeggen, jij bent verdediger. Ja. Als je toch een klein jochie bent, ik ben nooit zo goed in voetballen geweest. Maar dan denk je toch, ik wil in de spits, ik wil aanvallende middenvelder zijn, nummer 10. Ik wil doelpunten maken, assists geven. Had jij dat ook of niet? Ja, bij Suburgia was ik nummer 10 en ik kwam bij Ajax als een nummer 10. Oh echt, dat wist ik niet eens? Ja, okay. Ik kwam bij Ajax als een nummer 10, maar ik stond één wedstrijd achterin, het ging goed. Sindsdien ging ik vaker achterin spelen en uiteindelijk bleef ik daar. Ja, uiteindelijk heb ik me tot een goede verdediger ontwikkeld, dus ik ben er wel blij mee. Ja. Ik weet niet of ik nu nog, als ik een middenvelder was, of ik nu nog steeds zo, ja, dat weet ik niet. Dus. Maar je hebt die aanvallende kwaliteiten wel? Jawel, dat wel. En wat heb jij liever? Heb jij liever een doelpunt of een bal van de lijn op het laatste cruciale moment? Dat ligt eraan hoeveel het staat tijdens een wedstrijd, dat ligt eraan. Want kijk, hier doe je het, tegen PSV staat 0-0, heb belangrijk moment. Ja, zeker, het was de eerste minuut al volgens mij. En geniet je hier nou van? Of ik ervan geniet? Nee, dat niet echt. Het is, ik hoor dat te doen, dus. Voor jou is het normaal? Ja, ik moet het doen. Dus. Het is wel goed. Sommigen hebben heel veel talent, anderen moeten er heel hard voor werken. Heb je dat beide of heb je meer doorzettingsvermogen of heb je al gewoon natuurlijk talent? Nee, ik denk meer het is doorzettingsvermogen. Gewoon hard werken elke dag en altijd mijn best blijven doen. Dus. Hoe doe je dat? Hoe blijf je mentaal gefocust en gedreven? Ik kom naar de training met in mijn hoofd dat ik beter moet trainen dan gisteren. Dan elke dag dat, dan ga je vanzelf vooruit. En dat hou je vol? Ja, dat hou ik wel vol, ja. Is het moeilijk? Ja, het is zeker moeilijk. Zeker? Ja. Leg eens uit. Je krijgt tegenslagen ook. Wat voor tegenslagen? Je kan wel een training minder hebben. Nee, maar noem eens een voorbeeld. Wanneer is het laatste tijd je echt dacht, ja, even tegenslag? Dan is het, denk ik, vorige week. Wat dan? In de posities waar alles ging fout. Ik dacht van, ik ga niet nu stoppen of gekke dingen doen. Ik blijf gewoon hard werken. Goed zo. De volgende dag ging het gewoon weer beter. Was ik weer de oude vorm. En ik merk een beetje, ik heb best wel een sterk persoon naast me. Maar waar komt die gedrevenheid nou vandaan? Ik denk dat dit, dat zit gewoon in me. Van mijn vader, ik zou het niet weten. Ja? Ja, hij is ook wel een sterk persoon. Leg eens uit. Hij denkt gewoon van, als je wat wil bereiken, moet je gewoon voor ervoor gaan. En dat is waar ik nu mee bezig ben. Goed zo. Ook de andere teamgenoten, jullie hebben een talentvol team. Ja, hoe zou je je team omschrijven? Waarom is dat team zo potentieel goed? We corrigeren elkaar heel veel en we proberen elkaar altijd beter te maken, waardoor jezelf ook beter wordt. Dus dat is goed. Jullie durven eerlijk tegen elkaar te zijn? Ja, dat zeker. We zijn altijd eerlijk tegen elkaar. Wat zijn een paar van de grootste talenten in Ajax 117? Mag je gewoon zeggen, joh. Ja, ik vind iedereen wel. Ja. Iedereen, tuurlijk. Ja. Anders zou je niet daar spelen. Dat is waar. Ik vind iedereen wel een grote talent. Allemaal. Nee, eentje. Allemaal. Ik wil eentje. Ja, allemaal. Nee. Ja. Nou, dan gaan we niet verder. Ik wil één. Allemaal. Oké, allemaal. Het is goed. Hey, we gaan straks nog verder nog even over hebben. Eerst wil ik jou wel beter leren kennen. Ik vind je nu al een toffe gast. Er zijn meer wedstrijden gespeeld. Niet alleen jullie hebben tegen PSV gespeeld, maar ook andere teams op de toekomst de afgelopen 2 weken. Daar gaan we naar kijken. Ajax onder 19 wint in de Youth League vrij eenvoudig met 3-0 van Benfica en neemt zo de koppositie over van de Portugezen. De ploeg van John Heitinga kan in het returnduel deze week een grote stap zetten naar de volgende ronde. Ajax onder 15 kent een redelijke seizoenstart, maar thuis tegen AZ verliezen de talenten met 2-0. Ook de volgende wedstrijd tegen PSV gaat verloren en daardoor neemt de ploeg nu de 3e plek in op de ranglijst. Voor de Ajax vrouwen zit het Champions League avontuur erop. Nadat de vrouwen thuis met 4-0 hadden verloren van Olympique Lyon, wordt het in Frankrijk maar liefst 9-0. Het is een pijnlijke constatering geworden dat Ajax gewogen is en nog veel te licht bevonden door de titelverdediger. Maar de dames herstellen zich 4 dagen later goed. Achilles 29 wordt vrij eenvoudig met 3-0 opzij gezet. En daardoor blijft de ploeg tweede op 3 punten van koploper PSV.
Ajax onder 17 komt op bezoek bij PSV dus niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Daardoor blijft het vierde in de competitie, maar het is op basis van verliespunten nog wel gedeeld koploper. En Ajax onder 19 kent een uitstekende generale in aanloop naar Benfica en wint thuis met maar liefst 5-0 van NEC. Dest, oh, wat een doelpunt, Gino Dest. Daardoor blijft het ook koploper in de competitie. Denk je dan niet soms als je naar Ajax onder 19 kijkt van hey, ik wil doorschuiven? Ja, dat zeker. Dat heb ik elke wedstrijd. Dat wil ik. Ja. Ik wil sowieso wel, dat is ook mijn doel om uiteindelijk daar te komen. Dus dat is de eerstvolgende stap? Ja, dat zeker. Voetbal eventjes gehad. Ik wil nu weten wie Solomon Owusu Bona is. We gaan naar My Picks. Gewoon snel antwoorden, ja? Favoriete eten? Kip. Je favoriete dier? Dier, tijger. Wow, mag ik dat zeggen? Begin je dat repetitie doen met hem achter de camera en hij zegt precies hetzelfde twee dingen. Oké, we gaan verder. Je favoriete Netflix-serie? La Casa. La Casa, vet. Muziek, waar word je gek van als je dat hoort? Of leuk gek? Frenna, BKO. Lekker, zullen we hem even opzetten? Ja. Maar in de kleedkamer, wie is de DJ? Wie zit achter de knop? Ik meestal. Ja? Ja, ja. Altijd. Noem een paar andere dingen die je opzet, want ik zie je nu bijna lachen van. Ja, dat vind ik vet. Ja, ik zet gewoon veel Jonah Fraser ook, voor Naatje meestal. Hij zit, als ik mijn telefoon pas, schreeuwt hij al. Jonah Fraser. Daar luistert heel veel naar. Ik vind hem ook wel goed. En als jullie net het veld op gaan, staat dan ook Jonah Fraser op? Ja, jawel, dat verschilt meestal. We luisteren gewoon voor alles. En hoe komt het dat jij dat bepaalt? Ik heb wel leuke nummers in mijn playlist en meestal als ik ze afspeel vragen sommigen ook hoe dit nummer heet en zo. Dus het gaat vanzelf. Je bent gewoon een muziekkenner. Ja, zeker. Ik luister heel veel muziek ook. Ja? Ja. Nog een paar andere genres? Jawel, ik ben nog benieuwd. Wat vind je nog meer een leuk artiest? Ronnie Flex? Jawel, Femke Louise ook wel. Femke Louise. Jurrie Timmer vond haar juist wat minder. Nee, ik vind haar wel goed. Hebben Ronnie en Femke Louise? Ja, ik zag het laatst op Instagram. Geen RTL Boulevard, we gaan door. Wat is je grote sportheld? Jérôme Boateng. Waarom? Fantastisch verdediger. Ik vind hem nu wel iets minder geworden, maar hij is nog steeds mijn idool, dat wel. En je grootste voorbeeld, los van voetballerij, zijn er nog mensen of zo waar je heel veel respect voor hebt? Ik heb voor iedereen wel respect, hè. Ja, voor iedereen, maar niet dat... Iemand die heel belangrijk is in je leven? Ja, mijn vader. Waarom? Mijn moeder. Waarom is je vader de tweede keer dat je hem noemt? Hij is er altijd voor me. Hij brengt me overal naartoe. Hij is er altijd voor me. Want hoe zit dat dan? Want mijn roots liggen in Ghana, die voor jou ook blijkbaar. Ja, ik ben Ghanese. Hoe ben je daar geboren? Ja, ik kwam naar Nederland toen ik 4 was. Ik had niet eens in mijn hoofd om te voetballen. Maar mijn vader was hier al, zeg maar. Maar kwamen jullie met het hele gezin? Of nee. Ik kwam met mijn moeder. Weet je dat nog? Was dat gek of was dat nog? Nee, dat was niet gek. Ja, ik moest sowieso wel komen, maar ja, mijn vader was hier al gewoon, dus... Ga je nog wel eens toe naar Ghana? Ja. Gaaf, denk ik volgende zomer weer. Ja? Moet ik ook heen gaan? Ik ben nog nooit geweest. Echt niet? Nee, echt niet. We kunnen samen gaan natuurlijk, toch? Ja, fucking vet. Yes. Beetje voetballen. Nemen we Memphis Depay mee, die komt ja, ook. Ja, hij was laatst daar, toch? Ja, oh, dat vind ik wel vet. Dat gaan we doen. En je favoriete app? Snapchat. Tinder? Nee, Snapchat. Wie is de mooiste vrouw in de wereld? U verwacht nu dat ik mijn moeder ga zeggen. Dat is het ook, maar... Ja, dat is lief. Maar ik verwacht niks. De mooiste. Ik denk Nicki Minaj. Nice. Niet Femke Louise? Nee. En... Ze is ook een mooie vrouw, maar niet... Nicki Minaj ook nice. Doe even een foto op de achtergrond van de grote billen en zo. Iets wat niemand van je weet, maar wat je wel af en toe doet? Elke ochtend Bijbel lezen. Ja? Ik heb een appje op mijn telefoon, lees altijd de tekst van de dag. Echt gelovig dus? Ja, ik ben echt gelovig. Wat geeft dat jou dan? Geeft het ook een soort van... Het geeft me gewoon power en voor de wedstrijd bitter komen is dat gewoon altijd. Zijn er veel jongens in de kamer die dat ook doen of ben je een van de weinigen? Nee, het zijn wel veel. Een paar, denk ik. Een stuk of 6. Wat bid je dan voor zo'n wedstrijd? Wat zeg je dan? Ja, gewoon me sterkte geven om deze wedstrijd en dat er niks met me gebeurt. Tot nu toe doet hij dat wel goed, toch? Ja, het doet dat goed, zeker. Dan heb je ook een bijnaam? Hoe anderen je noemen? Niet meer. Wat was het dan? Het was Solobundi. Ja, Solobundi? Ja, dat was het, maar ik... Inderdaad. Ja, zo heette ik op Instagram ook. Ja. Dat heb ik veranderd nu naar Solobona. Waarom? Solobona is wat officiëler ook. Solobundi is nu. Ik had het al heel lang, heel lang. Ja, ik wist het ook. Ik dacht ook, waarom heb je dat veranderd? Het werd tijd voor een andere naam. Word je opeens een jonge, serieuze man? Je dacht van als ik gescout word door Real Madrid, ik kan hem niet Solo Bundy. Ja, kan hij niet slaan. Nee. Slim van jou. Waar kwam Solo Bundy vandaan, man? Era, het was een rapper. Ik vond het gewoon een mooie naam. Man. Veel mensen heten nu nog steeds Bundy op Insta. En ook andere teamgenoten van je. Ja, maar hij heeft het ook veranderd, Jenna.
Want hij zei tegen me van, kijk op Insta, heel veel mensen heten Bundy. We moeten het gewoon weghalen. En ik dacht ook van, hij heeft gelijk. Ik heb het gelijk veranderd. Maar ik zat wel heel lang te twijfelen over hoe ik zou heten nu. Want ik had ook een shirt met Solo Bundy erop. En die heb ik nog steeds, dus ik weet ook niet wat ik ermee ga doen. Maar deed het pijn in je hart dat je je naam moest veranderen? Jawel. Toen ik mijn naam had veranderd, kreeg ik gelijk de DM van, hè? Wat doe je? Ja, wat doe je? Weet je wat we afspreken? Op Instagram blijf je zo heten. Ik noem je even Solo Bundy de komende minuten nog. Op Snapchat heet je nog zo. Ja. Waarom op Snapchat nog wel Solo Bundy? Anders moet ik een hele nieuwe Snapchat aanmaken. Op Snapchat kan je je gebruikersnaam niet veranderen. En het nieuwe Snapchat aanmaken, dat is geen goed idee, denk ik. Waarom? Dan verlies je al je mensen die... Ja. Het is echt wel een dingetje, dat social media. Ja, zeker. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Ik ben er niet zo in thuis, maar jullie... Het is je heel veel waard, Solo Bundy. Wat is je favoriete smiley, Solo Bundy? Je favoriete smiley die je gebruikt als je een berichtje stuurt? Dat poppetje met die rollende ogen zo. Hoe? Kijk, nog één keer? Dat poppetje met die rollende ogen. Doe het nog één keer? Zo. Ja, ik kan het niet goed. Ik kan dat ook vet goed. Als ik naast mijn vriendin leg, af en toe, s'nachts, dan zegt ze, je ogen zit vet omhoog. Ja, dat gebruik ik vaak. En over smileys gesproken, je teamgenoten hebben jou ook omschreven door middel van een smiley. Ik hou echt heel van deze jongen. Ja, dat. Ja, ik denk wel. Ik weet wel wat hij bedoelt. Wat bedoelt hij dan? Hij zit een beetje eromheen te draaien. Ja, van zaterdag ook. Hij vindt me gewoon lief. Van zaterdag ook. We gingen samen naar huis. Mm-hmm. En we waren op station. Hij had het koud. Ja. Maar ik woon heel dicht bij Belmer station. En ik had de jas aan en toen gaf ik mijn jas aan. Want hij moest nog helemaal naar Almere. Ik ging gewoon zonder jas naar huis. Ik denk dat hij zulke dingen bedoelt. Wat lief wel. Nee. Ja. Maar ik hoor ook andere dingen. Vurige jongen, supersnel. Ja. Een soort Usain Bolt van de lage landen. Ja, ik kan wel behoorlijk hard rennen, ja. Ben je de snelste van het team? Jawel, ik denk het wel. Met Jamilio en Dylan samen. Vet man, ik zie echt ook wel echt vriendschappen in het team. Ja. Hoe zou je die band omschrijven met al die jongens, met het team samen? We zijn goed met elkaar. Iedereen is goed met elkaar. Nooit echt ruzies of zo. Dus volhouden nog niet. Wie is de grappigste van het team? Jamilio. Waarom? Die jongen, hij weet soms niet wat hij zegt. Hij is echt een clown. Beetje gek? Ja, een beetje gek. Beetje gestoord. En wie is de grootste praatjesmaker die af en toe wel eens een babbeltje heeft? Nouri Emre. Ja, zeker. Wat doet hij dan? Hij vertelt soms verhalen, heel overtuigend, maar je weet zelf ook dat hij liegt. Maar liegt hij dan of zit hij gewoon een beetje... Nee, gewoon hij zet een beetje verhalen bij elkaar en dan vertelt hij het gewoon. En wie is de grootste player, de grootste charmeur die veel chickies kan krijgen? Ik denk toch wel Define. Ja? Ja, mooi jongen. Jij dan? Ik ben gewoon rustig met die meisjes. Het komt vanzelf wel. Je bent gewoon rustig met die meisjes? Ja, komt vanzelf. Heb je geen vriendin? Nee. Dat... Wil je geen vriendin? Nee. Waarom niet? Pas later. Verstandig ja. Krijg je niet vet vaak DM van, Solo, Bundy, ik vind je nice. Nee. Ja, goed hoor. Ja, dan moet ik toch even lachen. Jawel dus. Nee, oké. Okay. Maar jullie zitten veel op Instagram. Ik zie van alles op Snapchat ook voorbij komen, want iedereen kan het in de gaten houden. Ja. Mijn beste vriend, ik wil je als ijs en... Ja, hij begon opeens voor me te zingen en dat soort dingen. Kijk eens wat een moves. Als
als ik muziek hoor, ik word er heel druk van, dus ik dans veel. Dan dans je? Nee, altijd. Zal ik de tafel even wegzetten, klein stuk? Nee, nog niet. Nee, dat gaan we niet doen? Nee. Laten we het rustig houden. Maar vind je het dan leuk als Naatje zoiets deelt, of denk je dat? Ja, hij weet wat hij moet delen van mij en wat hij niet. Dat weten we van elkaar, dus ik heb er geen problemen mee. Maar jullie zitten met z'n allen ontzettend veel op Instagram, komen leuke beelden vandaan. Waarom doen jullie dat zoveel? Er gebeuren mee veel grappige dingen in de kleedkamer. Dan denk je van, als je die op Snapchat zit, dan weet je sowieso van, ja, gaan mensen naar kijken en vinden ze leuk. Solle Bundy, ben je niet meer? Nieuwe naam? Wil je nog een soort shout-out voor nieuwe volgers? Kan het nu eventjes. Ja. Kijk, pak de camera maar even. Instagram is Solobona. Ja, iets overtuigender, ja. Waarom moeten ze je daar? Nog één keer. Mijn Instagram is nu, in plaats van Solle Bundy heb ik nu Solobona. En volg hem omdat? Ik post wel veel leuke dingen, veel grappige dingen ook. En... ja, top. Ja. Nou, ik denk dat je er zometeen 5000, misschien wel meer bij hebt. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Hey, en we gaan naar een ander onderdeel, de Talent Tuesday Tricks. Dat zijn trucjes van jeugdspelers. Mm. En deze week hebben we Ajax onder 17, jouw teamgenoten. Bij welk teamgenoot heb je de meeste moeite om de acties eruit te schoppen? Ik denk Joshua. Ja? Ja, een hele gevaarlijke schaar, maar dat weet iedereen wel. Mm-hmm. Die schaar van... Is hij te verdedigen? Ja, hij is wel te verdedigen nu, maar je weet dat hij dat gaat doen, maar het lukt wel. En dan, maar ja, nu pak ik het wel dus. En zullen we gaan kijken naar de 4 deelnemers van deze week? Ja. Hoi Ajaxide, ik ben die Amerikaan Joshua Pijnadev. Ik ben buitenspeler van de onder 17. Vandaag ik ga die Pijnadev special voor jullie doen. En ik ga zeker winnen omdat ik de beste techniek hier heb. Goedemiddag Ajaxide, ik ben Ian Belen, ik ben de middenvelder. Ik ga vandaag de Donnie Around the World doen en ik ga hun verslaan omdat ik de meeste skills heb. Okay. Hallo iedereen, mijn naam is Hossein Zamani. Ik ga vandaag Hazard Special doen om te laten zien wat echt skills is. Hallo Ajaxide, ik ben Divine Ranch, ik speel bij Ajax onder 17, ik ben verdediger en ik wil laten zien dat verdedigers ook skills hebben. Hey, ik vond ze allemaal best wel oké. Okay. Op welke heb jij gestemd? Ja. Of heb je niet gestemd? Jawel, ik heb op allemaal gestemd, maar dat kan op Instagram niet. Ja, maar welke vind jij het best? Ik vind die van Hossein, denk ik, het best, maar... Van Divine vond ik ook wel. Hij is verdediger. Ja, dat is waar. Moderne verdediger. Dit is de uitslag. Divine Rens op nummer 4, jammer genoeg. Ian Belen nummer 3. Joshua Pijnada, zeg ik het goed? Ja, Pijnada. Pijnada. Nummer 2. En dan nummer 1, je hebt gelijk. Hossein Zamani. Nee. Beste actie. Ja, dat is wel terecht. Maar jullie hebben wel veel baltovenaars in het team. Ja, zeker. Maar is het voor jou op de training af en toe niet ontzettend lastig? Nee, op de training doe je dit soort trucjes niet echt. Het is gewoon meer overpassen. En af en toe doe je wel iets. En je eigen trucendoos? Ik zie je een beetje kijken. Ik ben niet echt van de trucjes, het is gewoon heel simpel spelen. Goed en dan, zo. Om een mannetje te passeren, tik ik die bal gewoon vooruit, ren ik er langs. Ja, want je bent wel echt heel snel. Ja, ben ik echt. Ook een truc, toch? Ja, zeker. Makkelijkste. Hey, we gaan misschien wel naar het leukste onderdeel. Je hebt doorzettingsvermogen, je hebt talent. Ja. Dus een glorieuze toekomst, denk je. We gaan kijken in de glazen bol. Kijk, de glazen bol. Waar sta jij over? We gaan erin kijken. Je carrière over 10 jaar. Wat heb je allemaal bereikt? Ajax 1 bereik. Ja. Mooi debuut. Eerste actie gelijk bal afgepakt. En 0? 0 gehouden natuurlijk. Nah. Ajax 1 bereik, mooi debuut. Ajax 1, Champions League winnen. En daarna nieuwe carrière bij een Engelse topclub, denk ik. Topclub direct of nog een stapje? We gaan direct hard. Topclub. Vet. Welke club? Wat vind je echt een mooie club? Ik denk Manchester City. Pas je ook wel, denk ik. Ja, zo wil onze trainer dat we voetballen. Dus het gaat tot nu toe wel goed. Ik volg ze ook veel. Dus. Ja? Heb je echt al een beetje met een stiekem oogje denk ik, dit wordt mijn... Ja, ik kijk heel veel naar de backs van Manchester City. Oranje onder 15 heb je al ingespeeld, onder 16. Wat wordt je carrière in Nederland? Of gaat het misschien toch bij de Black Stars gaan naar een glorieuze... Dat is de vraag wat ik heel veel krijg. Ja? Zelf weet ik dat nog niet echt, maar... Wat voelt? Heb je al ergens een gevoel wat lekkerder voelt? Of... Ik heb tot nu alleen voor Nederland gespeeld, dus... Zou je gaan overwegen als ze zeggen, als ze bellen over 5 jaar? Dat zou ik nog niet weten, maar... Voor nu vind ik het bij Nederland wel goed. Het gaat goed daar. Ik
zit er altijd bij. Ik ben daar ook wel blij mee. Solomon, mag ik een kleine samenvatting geven? Ajax 119 volgend jaar. Ajax 1 aan tikken binnen hoeveel jaar? Ik denk voordat ik 18 ben. Voordat je 18 bent? Of 18. Goed. Of 18. Ik voel je power. En dan bam, gewoon 5 jaar, 6 jaar bij Ajax. En dan naar Manchester City. Kerel, hartstikke bedankt dat je er was. Ik wens je ontzettend veel succes. Ga je dit seizoen nog een tegendoelpunt incasseren of ga je gewoon een nul houden? Nul houden, dat is mijn doel van dit seizoen. Wat een wereldfant, wat een wereldspeler. Ik wens je een hele goede toekomst tegemoet en een goede carrière. Wij zijn over 2 weken weer bij een nieuwe Talent Tuesday Show. Tot dan!